Ga eens hier staan. Sta hier goed. Dan zie ik eens wie er allemaal aanwezig is. Ik ben echt benieuwd van waar jullie allemaal komen. Ik ben eens benieuwd welke provincie het meeste lawaai kan maken. We gaan eens testen. Ik ga met de beste provincie van hieruit beginnen. Zijn hier mensen van West-Vlaanderen? We gaan een beetje dichter naar hier komen. Oost-Vlaanderen! Ja! Brabant? Ah ja, dan hebben we daar een provincie daar. Antwerpen noemt! Over de volgende provincie heb ik heel schrik om op te roepen. Want dan denk ik dat het eraf gaat. Limburg! Fantastisch. Of zijn er vrienden uit Wallonië hier? Est-ce qu'il y a des gens francophones ici? Ah, dat is goed. De vechtjes op, dus nog naar planning kijken, hoe dat we staan. Staat er gaar aan u te doen? Ik weet niet wat hem hier komt doen, maar... Hij doet maar teken van, kom eens hier. Hij heeft me geschikt van dat lekker stokje. Kom, dames en heren. Dat is de Geert! Mag eens een applaus! Goedenavond van mij en Zwegen. Ik zou twee dingen willen vragen. Iedereen zijn aandacht. En dat Pascal even tot hier komt. Pascal. Kom aan, je hond is te maken. Pascal, sorry dat we de vrijheid genomen hebben voor uw draaiboek voor een minuutje of drie aan te passen. Maar ik weet zeker dat je ons dat gaat vergeven. Je hebt het altijd gezegd, het fanbal moet in het teken staan van fans en dansers. Nochtans willen wij als fans en dansers ook jou op deze avond bedanken voor al het plezier dat ons telkens weer geeft. Het idee voor een geschenk begon klein, maar naarmate meer en meer fans op de hoogte waren, werd de groep groter en groter. Namen noemen zullen ons veel te veel tijd kosten, maar weet dat meer dan 100 mensen op een of andere manier erbij betrokken waren. De keuze van een geschenk was niet gemakkelijk. Het moest iets nuttigs zijn en duurzaam, zodat je het later ook nog kon gebruiken. Uiteindelijk denken we iets gevonden te hebben waarmee we wel een plezier kunnen doen. Ik wil je in naam van alle fans nog een lang en succesvol vervolg van je carrière wensen. En zou je nu willen vragen om het geschenk te onthullen, want ik denk dat velen, net als jij, zeer nieuwsgierig zijn naar het eindresultaat. Ik ben gewoon sprakeloos. Ik heb mijn woorden gewoon. Het is gewoon fantastisch. Ik wil één ding zeggen. Ik krijg van jullie, zo dit jaar, enorm veel steun. En ik vind het gewoon fantastisch dat je er elke week weer bent. En het minste wat ik eigenlijk kan doen, ja, is gewoon dit om terug te geven.
Monella. Alsjeblieft. Dames en heren, blijft u gewoon even doorklappen op ritme, kom op! Hey!